Deze podcast van Doorbraak Radio is deel van de reeks Jongeren in de Politiek, waarin David Geens praat met de voorzitters van de jongerenafdelingen van politieke partijen. Gij peilt naar hun persoonlijke motivatie en standpunten, maar wil ook weten of jongeren een rol van belang kunnen spelen in de politiek. Alle jongerenvoorzitters werden uitgenodigd, maar sommigen hebben de uitnodiging nadrukkelijk afgeslagen. Luister zeker ook naar de andere podcasts in deze reeks. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en deze episode hoort thuis in de reeks Jongeren in de Politiek. En mijn gast vandaag is Timon Hogenaar, co-voorzitter van Jong Groen. Welkom, Timon. Ja, welkom, dank u. Timon, ik start bij iedereen met min of meer dezelfde vraag en deze is als volgt. Wanneer bent u in politiek geïnteresseerd geraakt? Was daar een concrete aanleiding voor? Goh, dan zou ik eens even na moeten denken of het echt een heel concrete aanleiding is. Ik ben al wel heel erg lang met politiek bezig. Ik ben ook wel thuis opgegroeid in een situatie waar politiek altijd wel heel belangrijk was. Ik herinner me dat ik een jaar of 11 was en dat ik al krantjes aan het rondbrengen was. Nog niet helemaal wetende wat politiek was, maar ik vond het wel een goed idee om toch vooral deze politieke boodschap te verspreiden. En dat is in 2011 in een stroomversnelling gekomen toen ik bij Jong Groen zo voorzichtig actief werd. En ja, we zijn nu een kleine 9 jaar verder. Inmiddels ken ik Jong Groen door en door. Ook ben ik nu co-voorzitter. Ben met Groen ook af en toe wat actief. Dus nu ben ik wel een redelijk politiek beestje geworden, denk ik, ja. Zoals je zegt, was het eigenlijk van thuis uit dat je hebt meegekregen? En was je familie dan actief binnen Groen? Nou, de grap is dat ik in Nederland ben opgegroeid. Ik kom eerder uit een socialistisch nest. Mijn vader heeft zelfs nog geprobeerd, eigenlijk nog wel redelijk succesvol, om een lokale socialistische partijgroep op te starten. Dus op die manier was er wel politiek engagement. We zien dat ook terug, dat mijn jongere zus is actief bij Partij voor de Dieren. Dus op die manier zijn we allemaal wel in de progressieve wijze met politiek bezig. Geeft dat dan boeiende discussies aan tafel? Oh, zeker. Boeiend is natuurlijk altijd wel interessant. We zijn het wel vaak met elkaar eens. Wat dat betreft hoor ik ook wel andere verhalen van mensen die bijna slaande ruzies hebben thuis. En wij zitten eigenlijk altijd wel op hetzelfde te voeteren, dat het neoliberalisme er verschrikkelijk is. En bepaalde machtssituaties of grote bedrijven of milieuproblematieken. Maar we kunnen daar wel nog heerlijk over palaveren. Dan is het duidelijk dat u eigenlijk wel nog altijd werkt vanuit een idealisme. Oh, zeker. Dat is inderdaad niet veranderd. Je ziet wel soms wat meer, nu ik wat meer zie in de politiek, hoe moeilijk het soms is. Maar het idealisme is zeker het vertrekpunt. Dit is toch waar we naartoe moeten kunnen werken, zelfs als iets echt heel lastig. Dus soms zie ik zo snel hoe moeilijk bepaalde dingen zijn. En dat zie je nu ook weer terug in de coronacrisis met bepaalde bedrijven die op de meest vreemde momenten belastingsteunmaatregelen van de overheid vragen. Terwijl die al jaren heel erg veel hebben kunnen profiteren van ons fantastische land en al de voordelen die erbij horen. Dus dat blijft dan nog altijd wel vrij tot zeer veel frustratie opwekken. Ja. Is politiek dan voor u de voornaamste uitlaatklep voor uw idealisme? Denk het wel. Nu is natuurlijk altijd de vraag waar politiek begint en waar het eindigt. Ik heb ook al wel in verschillende klimaatprotesten meegedaan. Soms ook al echt wel wat burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat ook nog steeds wel politiek is, maar wel op een heel andere vorm dan wanneer we een vergadering aan het voorbereiden zijn natuurlijk. Ik denk dat je de twee moet doen. Je kan niet constant op de barricade staan, maar het is af en toe ook wel goed om gewoon heel actief te laten zien dat iets echt niet oké is. Wat heeft u dan doen kiezen om u aan te sluiten bij Groen en Jong Groen? Sowieso, zoals ik zei, dat socialistische, dat sprak altijd wel, dat vond ik altijd wel heel belangrijk. Dus zorg vooral dat de zwakkeren die niet even goed kunnen profiteren van bijvoorbeeld onze economische successen, dat die gehoord worden, dat die gesteund worden. Dat we er voor die mensen zijn. Daar kwam dan bij dat je eigenlijk meer en meer zag hoe ons klimaat naar de min of meer verdoemenis ging. Of aan het gaan is. De toenemende bezorgdheid.
En zeker de laatste jaren zie ik inderdaad meer en meer. Dit is echt de brug. Je moet echt die allebei zien te doen. Het is echt een en-en verhaal. En ik denk dat Groen, dat is een politieke partij, en ook Jong Groen vanuit de bewegingsluik, daar de beste antwoorden op biedt. Zoals je terecht zegt, heel veel observators die zeggen dat aan Groen altijd twee componenten zijn. Enerzijds het sociale luik, anderzijds het groene luik. En dat die soms moeilijk in evenwicht te brengen zijn. En ik hoor u nu net zeggen van, voor mij zijn die 50-50. Dus u krijgt die wel in evenwicht? Ja, ik hoop eigenlijk dat ze dat binnen Groen en Jong Groen allemaal doen. Ik denk wel dat er aan die boodschap soms nog wat gewerkt zou kunnen worden. Maar in de basis zijn wij ecologistisch qua ideologie. En het ecologisme is juist heel erg het en-en verhaal. En heel tekenend daarvoor is van zodra Groen voor het eerst echt in de regering zat in België, werd het homohuwelijk goedgekeurd. Denk ook aan de abortuswetgeving. Het gaf veel polemiek, maar dus dat is echt een heel duidelijk en-en verhaal. Klimaatmaatregelen, maar ook sociaal inclusieve maatregelen. Dat is wel eens lastig te verkopen, maar de ideologie is er zeker. En dat is echt wel heel belangrijk in alle vergaderingen, in alle politieke discussies komt dat ook steeds terug. Zorg er wel voor, als we dit willen, dat die mensen dan ook mee zijn. Het geeft ook heel moeilijke gesprekken als we het hebben over de luchtvaart. Van, goh, dat kan helemaal niet meer. Zoveel vliegen. Nu is dat wel heel cynisch, want nu wordt er bijna niet meer gevlogen. Maar dan is het ergens wel van, goh, als we het duurder maken, dan vallen ook wel heel wat mensen buiten de boot. En dan kunnen alleen maar de rijkeren vliegen. Dat moeten we ook niet willen. Dus dat zijn wel moeilijke afwegingen, maar je moet zeker inderdaad allebei steeds proberen te doen. Wanneer u beslist hebt om u aan te sluiten, hoe is dat concreet gegaan? Hebt u contact gezocht met een lokale afdeling of bent u gewoon naar de website gesurfd van Groen en hebt u daar een formuliertje ingevuld? Ik kende iemand die bij Jong Groen actief was. En op een gegeven moment was er, ook in 2011, de startdag. Dat doen we altijd in september. Dat is eigenlijk echt de ideale startactiviteit. Dus dan meestal is er een lezing, het ABC van het ecologisme. Waarin we dus wat uitgebreider ingaan op wat ik nu net heel kort probeerde samen te vatten. Dus ook gelijk een kennismaking. En meestal ook wel een lezing over iets anders. Dus een beetje een mix van alles. Dus dat is de eerste activiteit geweest. En ik denk dat ik ook min of meer tegelijkertijd actief ben geworden bij Jong Groen Gent. Volgens mij heb ik daar vooral vergaderingen mee gedaan in het begin. Wil ik me ook wel herinneren dat ik ergens is een... Het is wel ergens dan geweest en we een actie hadden gedaan dat de laatste bussen werden afgeschaft. Dus dat je maar tot 11 uur 's avonds een bus had. Wat in een grote stad als Gent eigenlijk wel heel vreemd is. Dus dan hadden we eigenlijk nog wel leuk. Hadden we soesjes uitgedeeld aan de mensen op de bus met het idee van ze kunnen toch geen dessert meer nemen op restaurant. Want dan is de bus alweer weg. Dus dat is een voorbeeld juist van een heel concrete actie waar ik dan aan meedeed. Op dit moment is het zo dat groen heel aantrekkelijk is bij jongeren. Waarom denk je dat net groen zulke aantrekkingskracht heeft? Ik denk toch ook wel vanuit die combinatie. De combinatie dat mensen ook echt wel zien van het klimaat verandert supersnel. We hebben een vrij natte winter gehad, maar dat is om bijvoorbeeld iets heel concreets te noemen. Nu deze maand eigenlijk al volledig opgesoupeerd. We hebben vanmiddag, of vandaag, de melding gekregen dat er een code rood is uitgestuurd, omdat het te droog is in bepaalde gebieden in België. Dus zo snel gaat het. Dus ik denk zeker dat jongeren daar zich heel erg van bewust zijn. En ook naar sociaal onrecht zijn het zeker de jongeren, en dat zien we nu in de coronacrisis, super kwetsbaar zijn. Mensen met nulurencontracten of interimcontracten die nu aan de deur zijn gezet. Of concreet naar studenten, stages die nu worden uitgesteld. Of heel vervelende, lastige examensituaties. Dus het zijn precies weer die combinatie van de sociale problemen en de klimatologische problemen die wat samenkomen. Dus ik denk dat daar echt wel een groot deel in schuilt. En hopelijk ook gecombineerd met dat we, dat vind ik altijd wel goed en groen. En dat we altijd wel heel open zijn en discussies op een heel redelijke en fatsoenlijke manier aangaan. Ik denk dat dat mensen ook echt aanspreekt. Er wordt wel eens volgende uitspraak gedaan. Jongeren zijn groen zolang ze thuis wonen en in een hotel mama. En worden liberaal van zodra ze hun eigen gezin hebben en voor alles zelf moeten zorgen. Bent u het eens met die uitspraak?
Ja, ik denk dat dat inderdaad zo'n traditionele uitspraak is. Hè? Dat het van mensen worden min of meer links geboren en zullen rechts sterven. Ik denk dat daar sowieso al de vermelding bij moet. Van, er zullen inderdaad wat mensen zijn, zeker als ze afstuderen, dat ze mooie successen boeken. Maar laten we ook niet vergeten dat er heel wat mensen zijn die niet zo'n glorieuze groeiladder opgaan. En daar denk ik dat het zeker niets over speelt. En daar komt bij dat we ook wel een heel erg grote groep ouderen hebben binnen Groen, die juist heel actief zijn. En op de een of andere manier is het, net het middenstuk leeft Groen iets minder. Maar zeker bij jongeren en bij ouderen is Groen goed aanwezig. Dus wat dat betreft, nee, ik denk dat die uitspraak wel redelijk kort op de bocht is. En vooral voor het ideale succesmodel zou gelden. U bent nu al een tijdje actief bij Jong Groen en hebt daar al heel wat meegemaakt. Staat nu zelf mee aan de leiding van de jongerenafdeling. Vindt u dat er voldoende ondersteuning en vorming wordt gegeven voor de jongeren in uw partij? Ik denk het op zich wel. Ik denk wel, omdat we natuurlijk wel ook we zijn niet enkel het springplatform voor Groen, maar er is natuurlijk wel een realiteit dat er veel mensen bij Jong Groen actief worden en later bij Groen verder gaan. Dus wat dat betreft is enige ondersteuning inderdaad wel prettig en kan dat soms wel beter uitgewerkt worden. Aan de andere kant, zowel Groen als Jong Groen hebben een goed volle jaarkalender. Dus ja, als je daar meer op gaat richten, dan kan je minder richten op andere zaken. Dus dat zal altijd een mengeling blijven en een goede balans vinden in verdere training en onze eigen werking. Zijn dat twee gescheiden dingen bij jullie, Groen en Jonggroen? Jonggroen is sowieso onafhankelijk, dus ja. Ik merk wel, dus naar buiten toe is dat lastiger, in debatten of we hebben laatst een hele discussie op onze Facebookpagina gehad. Op onze pagina, dus van Jong Groen. En dan reageren ook allemaal mensen van waar die groenen allemaal mee bezig zijn. Dus ik denk dat voor ons intern het verschil een stukje groter is dan extern. Maar we zijn onafhankelijk. Dus we hebben zelf ons eigen personeel, wat ook door ons betaald wordt. We hebben onze eigen statuten, onze eigen agenda. Natuurlijk, ja, we zijn wel deel van één politieke familie. Dus we werken wel samen en ik heb ook wel veel contact met de mensen van Groen. Maar technisch gezien zijn we wel onafhankelijk. Maar goed, vanuit dezelfde ideologie. Dus ja, het is wel wat genuanceerd, maar ja. Ja, uiteraard vanuit dezelfde ideologie. Maar ik neem aan dat er dan standpunten zijn die jullie als jongeren verschillend innemen van de moederpartij. Kan je daar eventueel wat voorbeelden van geven? De te verwachte vraag. Goh. Het valt over het algemeen wel mee. Ik herinner me, dat is het cliché wat steeds terugkomt als het over Jong Groen en Groen gaat. Waarmee we het nationaal in het nieuws haalden. Het was over genetisch gemodificeerde gewassen. Waarbij Jong Groen na een interne discussie, waar ik ook bij aanwezig was, kwamen wij al tot het standpunt van genetisch gemodificeerde gewassen, die kunnen. Maar dan moeten wel aan heel wat voorwaarden worden voldaan. Bijvoorbeeld omdat de realiteit nu is dat eigenlijk alles bij de grootmacht Bayer ligt en dat heel veel kapot maakt. En bij Groen is het eerder van nee, dit doen we niet, want. Maar ja, zolang aan die voorwaarden niet voldaan wordt, en dat is echt voorlopig een utopie, helaas. Ja, zijn wij het eigenlijk met elkaar eens, maar er was wel wat polemiek over dat wij wat anders vonden dan Groen. Maar onze inslag was wat misschien ietsje progressiever. Omdat we inderdaad wat minder gebonden zijn, kunnen wij wat makkelijker en wat vrijer en wat steviger standpunt innemen. Als we dan even naar het omgekeerde gaan kijken van, en niet zozeer naar de verschillen, maar eerder naar hetgeen wat jullie bindt, vind je dan dat jullie als jongeren voldoende kunnen wegen op de moederpartij? Ik denk het eigenlijk wel. Maar een voorbeeldje te noemen, vorig jaar is het nieuwe partijbestuur verkozen. En heel concreet was de gemiddelde leeftijd van het hele partijbestuur toen minder dan 33, wat ook onze maximum leeftijd is, 33. En daarvoor zaten ook twee mensen die wij hebben voorgedragen met Jong Groen. Dat wil nu niet zeggen dat die mensen namens Jong Groen spreken, maar het geeft wel aan dat er een progressieve, frisse, jonge wind waait. En dat zijn ook mensen waar wij allemaal wel goed contact mee hebben.
Hetzelfde geldt voor het andere bestuursorgaan, de politieke raad, waar ik zelf ook geregeld op aanwezig ben. Dus op die manier, ja, dat denk ik echt wel. Ik merk ook wel dat als ik nu ergens spreek of mijn collega Sarah, we doen dit allebei, dat er wel echt naar geluisterd wordt. Maar is daar iets structureel geregeld? Is het zo dat jullie als duo jongerenvoorzitters automatisch in, ik weet niet hoe het juist noemt bij Groen, maar in het partijbureau zitten en daar ook spreekrecht hebben? Nou ja, normaal gezien, we zijn een heel basisdemocratische partij, dus op zich ja, maar ook weer een beetje nee. Dus op zich heeft iedereen daar wel redelijk spreekrecht, tenzij voor gesloten zittingen. De situatie is nu wel ietsje moeilijker omdat alles online gebeurt, tijdelijk, terecht ook gezien de coronacrisis. Maar daardoor zijn we wat maatregelen wat verschoven. Maar bijvoorbeeld inderdaad nu de politieke raad. Dat is echt het meer het parlement. Het grotere discussieorgaan waar echt mensen over de heel verschillende regio's afgevaardigd van zijn. Waarin ook twee mensen van Jong Groen afgevaardigd zijn. Daar wegen we mee. En zeker als die twee mensen spreken, dan wordt er ook echt wel duidelijk gezegd. Dit is wat Jong Groen vindt en Jong Groen belangrijk vindt. Maar het blijft basisdemocratie. Dus dan... je moet nog altijd wel de meerderheid zien te overtuigen. Wat dat betreft zijn wij niet heel anders dan, ik noem eens iets, regio Vlaams-Brabant. Even terug naar u persoonlijk. Hebt u al meegedaan aan verkiezingen? Zeker, ik was kandidaat hier in Lievegem. Dat was in 2018 zeker. Daar was ik gemeenteraadskandidaat. En niet verkozen, wat ook wel echt tamelijk lastig zou zijn. Of het was bijna onhaalbaar als iemand die niet hier opgegroeid is. Ik woon hier nu 5 jaar, maar toen dus nog zeker niet. Ik heb wel samen met onze lijsttrekker de campagne wel echt getrokken. En heel veel deur aan deur gegaan en aan een debat meegedaan en dat soort zaken, ja. En hoe is u dat bevallen? Bent u een campagnebeest? Ik vind campagnevoeren wel heel tof. Eigenlijk om 2 redenen. De eerste is dat je ziet, als je daar echt veel tijd en energie in steekt, dat je dichter bij je idealen komt. Dus je voelt dat er iets in beweging kan komen. Dat is geweldig. En het tweede is dat je... in het drukke leven is dat eindelijk echt eens een moment dat ik een moment vind dat ik langs de deuren ga, met mensen in gesprek ga. En ja, zeker nu ik niet zo lokaal actief meer ben, is dat wel wat anders. Maar ik vind dat wel... Ik vind dat geweldig. Ik vind dat heel belangrijk, omdat je dan goed hoort wat er allemaal gaande is, wat mensen vinden. En, er blijft altijd het risico van bubbelvorming. En het is leuk dat mensen het met me eens zijn, maar het is ook af en toe heel goed om te horen waar mensen zo kwaad over zijn. Als het dan gaat over, ik noem het iets, de lage emissiezone of de circulatieplan, daar is hier in mijn gemeente heel veel over te doen. Terwijl dat binnen Groen breed gedragen is. Dus dan is het wel goed om te horen wat mensen daar moeilijk aan vinden. En dan kan je ook meedenken aan van, goh, wat kunnen we dan nog aanpakken? Wat kunnen we oplossen? Kan ik nog eens met iemand spreken om te kijken wat we nog wel voor elkaar kunnen betekenen? Dus het is een beetje die combinatie van je ideologie kunnen verbeteren en verspreiden. En onder de mensen komen. Ik hoor politici heel vaak zeggen van, ja, die campagne is fantastisch en de meesten halen de deur aan deur momenten aan en het feit dat ze genieten van de gesprekken met iedereen. Maar vindt u dan zelf niet dat dit niet beperkt zou mogen worden tot enkel maar campagnes en dat dit veel breder zou moeten gaan en dat politiek en burger veel bredere contacten met elkaar zouden moeten hebben? Oh, absoluut. Ik had ook inderdaad wel het idee dat het niet per se het meest originele antwoord was, hoor. Dat ben ik ook volledig met u eens. Dat was ook eigenlijk in alle eerlijkheid al direct het plan. Ik ben kort voorzitter van Groen Lievegem geweest en daar heb ik ook direct gezegd van, we gaan dat maandelijks doen. 1 avond per week. En dan na 6 jaar was het idee, dan hebben we de hele gemeente wel gehad. Dus dat is superbelangrijk. Maar de realiteit is nu wel dat ik een fulltime job heb. En co-voorzitter ben van Jong Groen op nationaal niveau. Ja, ik zou dat heel graag willen, maar ik krijg dat er niet zomaar in mijn agenda bijgepropt. Dus ik probeer inderdaad met de lokale groep hier nog wel inderdaad om zulke dingen, zulke momenten te vinden. Nu is langs de deur gaan niet te doen, maar je kan wel proberen wat online te organiseren of af en toe iets te delen over wat er speelt.
Als we even terugkeren naar de huidige politieke situatie, en dan bedoel ik in het algemeen de hele situatie van het afgelopen jaar, de regeringsvorming, wat er gebeurd is met de volmachtregeringen. Hoe kijkt u daar als jongere nu naar? Beetje dubbel. Ergens ben ik ten eerste bijzonder blij dat we een vrouwelijke premier hebben. Dat heeft veel te lang geduurd, dus dat is heel mooi. Maar ja, ik vind het een beetje dubbel dat we een crisis, het is echt een enorme crisis, de coronacrisis, nodig hadden om tot een regering te komen. Ik had wel daarvoor geregeld het gevoel van ja, maar wat is hier allemaal gaande? Waarom lukt het niet? En dat vond ik wel heel frustrerend. En dus ik weet nu ook nog niet in hoeverre daar echt oplossingen voor zijn geboden. Ik heb wel het idee dat Willem S2 het uitstekend doet en het brengt wel rust in ons land. Dus dat is goed, daar ben ik blij mee. Maar ja, er zijn heel veel problemen nog helemaal niet opgelost. Dus daar maak ik me nog wel zorgen om. En vreest u dat wanneer deze acute crisis voorbij is en er terug werk moet gemaakt worden van het vervolg op de volmachtregering, dat er dan terug enorme politieke spelletjes gaan gespeeld worden? Goh, politieke spelletjes hou je natuurlijk altijd wel politiek in de politiek. Dus daar moeten we je niet te veel zorgen over maken. Het gaat er denk ik mij vooral om wat we nu zien. De coalitie van Milmes 2. Ik zou daar graag Groen echt volledig in verankerd zien worden. En als dat lukt om gewoon goede afspraken te maken en die interne stabiliteit te bewaren, dan voorzie ik niet per se al te veel problemen. Maar er zijn natuurlijk nog wel een paar partijen die nog wat twijfelen. En dat kan lastig blijven, helaas. Maar op zich heb ik wel zoiets. Laten we het maar gewoon doen. Het is al zo lang na de verkiezingen. We zijn weer een jaar verder. Eigenlijk sinds december 2018 eigenlijk al dat we zonder regering zitten. Dus hoop ik dat eigenlijk, ja, zoals ik inderdaad op mijn VRT-filmpje een paar maanden terug zei. Ik hoop gewoon dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat moet toch kunnen. Een beetje water bij de wijn en daar trots op zijn. En dat zie ik wel nog te weinig. Snapt u dat het daardoor moeilijker wordt om jongeren warm te maken om zich ook te engageren in de politiek? Ja, ik zou willen zeggen nee, dat zou mensen motiveren om met beide handen de politiek aan te pakken en er ook mee aan de slag te gaan. Want ik zal wel eens laten zien hoe dat die beter gaat, maar ja, nee, ik snap het wel. Ik hoor dat ook uit mijn eigen politieke kringen. Dat is vermoeiend. Het is ook echt vermoeiend om te zien. En daarom laat ik ook maar zo blijf hameren op verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk niet dat ik er per se iets over te zeggen heb, maar ja, je hebt die verantwoordelijkheid. Als je net zoveel stemmen hebt gehaald, neem dat dan ook op. Mensen verwachten een regering. Mensen verwachten niet dat gekissen is. Je krijgt er alleen maar politieke onvrede mee. Onze begrotingscijfers zijn echt dramatisch. Qua klimatologische inspanning doen we het ook enorm slecht. Qua gezondheidszorg zien we ook al nu al dat er wat uitdagingen zijn. Dus er is reden genoeg om te zeggen, nou ja, dit is het beste wat we eruit kunnen halen, vooruit dan maar. En dan gaan we er maar wat van maken en dan zien we tijdens de volgende verkiezingen wel of we het niet wat beter kunnen doen met onze partij. Maar het is dus nogal veel opportunisme, vrees ik, of persoonlijk leed, of ik weet het niet. Maar ja, het zou vlotter kunnen. Hoe zou u dan jongeren willen motiveren? Welke oproep zou u nu kunnen of willen plaatsen via dit programma? Laat ons inbeelden dat het wordt uitgezonden over alle landelijke netten en dat u nu de kans krijgt om een oproep te plaatsen. Dat zou een mooie eer zijn. Maar ja, daar komt het dan toch wel vooral op neer van voor ons jongeren om, ja, ik zou dan zeker wel oproepen om politiek actief te zijn. Dat is altijd het grote gevaar om, hoewel ik het snap, maar om dan maar niks te doen. Als je niks doet of proteststemmen en dat soort zaken, dan verlies je sowieso. Dus ja, de ene stem doet er zeker toe en je stem wordt in feite toch nog wel wat meer waard als je daar ook echt wat mee doet. Dus kom eens naar een werkgroep of doe eens mee aan de demonstratie. Het is geweldig om te zien als die klimaatdemonstraties zo succesvol als ze waren. Brengt dat direct veel teweeg? Nee, niet per se. Maar op den duur echt wel. En daar moet je. Het is een lange strijd, maar als je er echt van overtuigd bent, blijf er ook voor gaan. En hou zeker vol. Maar vind ook wel je vrienden en je kompanen om samen verder te kunnen blijven gaan. Wat zijn uw politieke ambities nog? Goeie vraag. Vooralsnog bevalt dit co-voorzitterschap echt uitstekend.
Het zijn intense tijden, maar het bevalt zeer goed. Dus ik ben vooralsnog vooral bezig, ook omdat we nu in een heel druk moment zitten met ons bestuursjaar, met onze interne werkingen, want ons jaarthema is samenleven en identiteit. En over een maand hebben we daar een groot congres over online. Dus daar ben ik echt vooral mee bezig. En ik denk op basis daarvan gaan Sarah en ik eens kijken waar wij staan en hoe wij de toekomst samen willen aanpakken naar onze eventuele kandidatuur volgend jaar toe. Vanaf september zijn er weer verkiezingen voor ons bestuur. Dus zover kijk ik in alle eerlijkheid. Ik ben al echt super blij dat ik hier zit en dat ik deze dingen mag doen. En daar ga ik echt alles op alles voor zetten om daar het beste van te maken. Als u nu uw ervaring gebruikt als jongere voorzitter en vanuit de toch wel, denk ik, aparte kijk die u op de zaken hebt en ook binnen uw partij. Ja, en u kijkt even terug op die laatste verkiezingen. Wat duidt u dan aan als zijnde van, jongens, hadden we dit nou net anders aangepakt, hadden we een beter resultaat gehaald? Ik weet het niet. Op zich zijn we met Groen, als we het over de nationale verkiezingen vorig jaar mei hadden, zijn we met Groen wel degelijk gegroeid. Ik denk wel direct aan West-Vlaanderen, waar een goede vriendin van mij helaas net niet verkozen is. Dat is zowel jammer voor onze tweede zetel als persoonlijk leed. Maar ja, ik herinner me wel wat gestuntel op bepaalde vragen. Ik denk dat het algemeen wel gedeeld is dat niet handig was. Dus persoonlijk heb ik wel zoiets van proberen naar het zo rechtlijnig te blijven. En dat is ook wel het voordeel wat je bij een Jong Groen hebt. We zijn verder geen partij en wij kunnen wel echt heel duidelijk vasthouden aan een bepaald standpunt. Van dit is hoe wij het zien. Het is vaak wat ideologischer en idealistischer ook. Maar dan kan je dat wat makkelijker verkopen. En daar moet je ook gewoon trots op zijn. Dus als je het hebt dan over de moeilijke kwestie rond bedrijfswagens, dat is heel lastig. Maar je hebt wel een ultiem doel voor lange termijn, waar je uiteindelijk, hoop ik, toch van overtuigd bent dat het mooie doel is en dat je daar naartoe aan het werken bent. En daar mag je trots op zijn. Ik ben begonnen met een algemene vraag die ik aan iedereen stel en ik eindig ook met een vraag die ik aan iedereen stel. Wie zijn uw grote politieke voorbeelden? Ik weet niet of ik heel vaak daarover nadenk. Het hangt een beetje af hoe je die zaken bekijkt. Als we het hebben over debatten en speeches vind ik Obama echt geweldig. Maar qua beleid tamelijk waardeloos helaas. Daar ben ik vrij kritisch. Maar hij is zo sterk in zijn voorkomen dat hij dat wel wegpoetst. Ik waardeer de enorme strijd die mensen als Jeremy Corbyn en Bernie Sanders al 40, 50 jaar voeren. Ik weet niet hoe gezond het is om zo lang politiek actief te zijn, maar Zo'n antiek engagement, dat is geweldig. En ik moet ook zeggen dat ik onze Meijer hemzelf van Groen ook enorm sterk bewonder. Die zit er altijd, die heeft een fantastische mix tussen fel in de debatten, maar ook goede partijleider en heel warm als je daar eens mee samen zit. Ik denk dat geen evidente combinatie is, maar dat waardeer ik ten zeerste. Dus zoiets, ik weet niet of ik echt één grote leider of één groot voorbeeld heb, maar die combinaties van deze, die drie, vier die ik nu genoemd heb, dat is wel een mooi pakketje. Ik had ergens verwacht dat u ook iemand van uw familie zou genoemd hebben. Goh, zulke politieke leiders zijn dat nu ook weer niet. Ik waardeer mijn familie enorm. Maar ja, het is heerlijk om ermee te sparren, maar om politiek, of ik er naar opkijk, ik denk dat anders is. Het is gewoon heerlijk om ermee te palaveren, zoals ik in het begin inderdaad zei. Maar dat is denk ik wel anders dan een soort van bewierooking. Oké, meneer Hogenaar, dank je wel voor dit heel openhartig gesprek. Het was zeer leerrijk en zeer aangenaam om u beter te leren kennen. Beste luisteraars, ik hoop dat u er ook veel van opgestoken heeft en dat u nu weet waar Jong Groen voor staat en hoe jongeren bij Jong Groen terecht kunnen komen en daar hun idealisme in kwijt kunnen. We nodigen u ook uit om zeker te luisteren naar de andere episodes in deze reeks en we zeggen graag tot de volgende keer. Dag! Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio
of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.